Pictogrammen aanpassen. Hoe pas je de pictogrammen aan van je knoppen en hier de lampjes bijvoorbeeld? Dat doe je als volgt. Als eerste ga je eventjes naar deze site toe, materiaaldesignicons.com. Ik zal je even een linkje hieronder zetten. En hier kan je icons gaan zoeken. Je vult je het beste kan je hier Engelse termen gebruiken, Engelse namen. Dan vind je het beste de icons die je zoekt. Nu zie ik hier allemaal icons van een telefoontje. Kan ik er eentje uitzoeken. Voor de intercomknop vind ik deze wel mooi. En nu kopieer je deze tekst. En nu ga je weer terug naar je dashboard. Als ik nu de knop van de intercom lang ingedrukt hou, dan krijg ik een paginaatje te zien met wat meer informatie. Maar je ziet hier ook een tandwieltje. Als ik daarop klik, dan zie je hier pictogram. Daar klik ik in en dan vul ik MDI, dubbele punt. En dan plak ik de tekst die ik net heb gekopieerd. En nu zie je hier al het icon wat die gaat toevoegen en je klikt op bewerken. Nu zie je hier dat de pictogram bewerkt is en ja, zo heb je dus je pictogram veranderd. Je kan ook het pictogram veranderen door hier naar de configureer UI te gaan, vervolgens ga je naar bewerken, dan ga ik even naar de knoppen toe. Nu heb ik de knop hier weg aangezet. Dus deze knop. En nu zie je hier ook het pictogram dingetje staan. Daar kan ik ook MDI, dubbele punt en dan de tekst plakken. En zo zie je dat ook hier het icon veranderd is. Als ik hem weer weghaal, dan zal het oude icon weer terugkomen. Dus ook hier kan je een icon toevoegen. Zo kan je hem meteen toevoegen als je de pagina maakt. Wil je hem later veranderen, dan kan je het op de manier doen zoals ik net liet zien. Klik ik op opslaan. Klaar. En zo kan je dus de pictogrammen veranderen van al jouw devices.